Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Hey, goedenavond. Welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandagavond hebben wij te gast Rob Baan, voormalig technisch directeur van Feyenoord, onder meer een trainer geweest bij heel veel clubs in binnen- en buitenland. Sinclair Bisschop en Emiel Schelvis zijn er ook. De laatste voetbalwedstrijden in 2018 zijn gespeeld. Feyenoord sloot een teleurstellende eerste seizoenshelft af met een teleurstellend resultaat in Den Haag. Bij ADO werd het 2-2. Rob, daardoor maar één punt uit de laatste twee wedstrijden. Dat is niet veel. Wat ging er mis met Feyenoord gisteren bij ADO? Wat er misging, ik denk dat de voorsprong hadden ze gelijk kunnen uitbouwen en dat hebben ze niet gedaan. En dan ruikt Den Haag nog even in hun opportunisme de kans om toch nog te proberen die 2 te krijgen. Ja, en de overtreding of de rode kaart van Nieuwkoop was natuurlijk dramatisch. Ja, dat was het kantelpunt, hè? Was het kantelpunt, ja. Was het eigenlijk rood? Vond je dat een tweede gele kaart? Ja, het is uiteindelijk wel gewoon een gele kaart. Hij vond zelf van en niet, hè? En een penalty. Nou, in ons interview gaf hij in afloop wel aan, je kan hem geven. Maar het is sowieso een ongelukkige dag, Nieuwko. Want bij de 1-0 ging hij ook in de fout. Veroorzaakte hij een vrije trap, die elke keer had hij inschoot. Dus het was niet de dag van Nieuwko. Hij miste ook nog een kansje. Hij miste ook nog een kans op die bal had hij aan Van Persie moeten geven, zag ik later terug op tv. Ja, maar dat overzicht geeft hij dus niet. Nee, daar is misschien wel een rechtsback voor, hè? Ja. Ja. Nou, eigenlijk een middenvelder vroeger. Ja, er is ook wel wat te doen, neem je, rondom de wissels die Van Bronckhorst gisteren toepaste. Hij haalt Van Persie eraf en geeft Geertruida een kans. Dat was nadat Nieuwkoop inderdaad al met rood naar de kant was gehaald. Ja, vond ik normaal. Dat zou je normaal kunnen noemen, inderdaad. Maar hij haalt Larsson eruit en brengt El Hankouri. Ja. Dat zijn wel twee wissels. De laatste vond ik niet goed. Nee, twee wissels die geen aanvallende intenties hebben. Maar je kan Hankouri niet in zo'n situatie inbrengen. Dat is een vleugelspeler. Die breng je in op het moment dat je in een thuiswedstrijd nog iets wil doen. De laatste 10, 15 minuten om een rechtsback door te draaien. Nu moet je een man eigenlijk voor inbrengen die... met z'n tweeën houden, moet je minimaal 3 verdedigers, 4 verdedigers van ADO bezighouden. Nou, Larsson had gescoord, zat goed in zijn vel, vond ik. Kwam uiteindelijk goed in zijn vel, begon overigens slecht. Maar dan laat je hem staan. Ik bedoel, hij heeft met zijn routine, van hem zou je nog eerder een goede actie kunnen verwachten. Kan je van El Hankouri niet, mag je ook niet verwachten. Rob, kun jij uitleggen aan supporters die dat toch ook denken, van waarom geen aanvallende impulsen als je dan toch wisselt? Ja, maar welke keuze heb je dan? Nou ja, Jurgensen is uiteindelijk helemaal niet ingevallen. Nee, maar je mag ook aannemen dat hij niet fit genoeg was om dan ook zo'n invalbeurt nog te maken en nog wat teweeg te brengen. Ik bedoel, je maakt een aanvallende wissel. Vente, kan ook gebracht worden. Ja. Maar je staat met 10 mannen in zo'n slotfase. Ik denk dat je achteraf nog blij mag zijn dat je het op 2-2 houdt, want Den Haag rookt toen bloed. Ik denk dat de fout bij Feyenoord is dat ze na 70 minuten slechts op 1-2 voorstaan, waardoor je de kans krijgt dat dit scenario gebeurt. En dat bedoelde Berghuis na afloop ook. Feyenoord moet gewoon doordrukken en niet in de situatie komen dat je in een slotfase, dat die marge klein is. Ajax en PSV hebben vaak al het verschil gemaakt. Ja. En Feyenoord begint in een laag tempo, ze beginnen slecht. Knap dat ze het er nou repareren, maar je moet nooit in de situatie komen dat je binnen 4 minuten alweer 1-0 achterkomt. Ja, maar het grotere discussie is en blijft natuurlijk, is dit nou een kwaliteitsverhaal? Is dit iets wat in een wedstrijd kan ontstaan en ook te maken heeft met datgene waar heel Rotterdam zich al maanden het hoofd over buigt en wat iedere keer hier ook aan tafel komt, namelijk heeft Feyenoord een motivatieprobleem. Met andere woorden, kunnen ze dit alleen in hele grote wedstrijden constant opbrengen? Kijk, dat blijft natuurlijk de heikele discussie. En wat is dan de rol van de technische staf hierin? Kunnen zij sturen, zoals jij net met je vragen ook weer aangeeft, qua wisselbeleid, maar kunnen zij ook sturen in een totale vorm van beleving die je graag wil zien bij een groep, maar zeker bij de 11 die uitverkoren zijn om te spelen. Ja, dat is waar het om gaat uiteindelijk. Ja, je moet goed bedenken dat het meeverdedigen van de voorste 3, Berghuis, Van Persie en Larsson, minimaal is. Ze doen tegenwoordig hun best, maar in wezen in hun storen verwinnen zij nooit een bal. Dus dat komt op middenveld terecht. Nou, als je dan kijkt dat nu met de komst van Tapia weer, heb je altijd een onberekenbare factor. Geen leider. En ik denk dat dat het grootste probleem is, dat Feyenoord mist een leider. Iemand die dus gewoon zo'n elftal naar de hand zet en die zegt, nou even terugplooien, nou even de gesloten houden en dan counteren we even uit. Maar ja? Rob, als je dit zo zegt, zou ik toch denken Van Persie is een leider. Ja, maar die is afhankelijk, want zo speelt hij nu, als je in de spits ben je afhankelijk van. Mm-hmm. Dan kan je niet ook zeggen, hey, Van Beek, doe even normaal, ik noem maar wat. We hadden er twee, hè, met Kuyt en El Amadi. El Amadi is de grotegene die al het hele jaar mist. Emiel, jij zei net over de technische staf en wat ze dan uit deze selectie halen. Gaan we zo meteen nog eventjes over doorpraten. Eerst nog maar eens terug naar Den Haag gistermiddag.
Na teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen ADO zit het voetbaljaar 2018 erop voor Feyenoord. In Den Haag werd daarom de balans maar eens opgemaakt door de kenners en door de hoofdtrainer zelf. Het is een lang jaar geweest met natuurlijk de bekerwinst, Johan Cruijffschaal gewonnen. En uiteindelijk dit seizoen natuurlijk teleurstelling, niet kwalificeren voor Europa. Natuurlijk start van de competitieverlies bij de Graafschap. Dus in dat opzicht was het een seizoen met pieken en dalen. De pieken zijn duidelijk. Van Bronckhorst heeft zich bewezen als prijzenpakker bij Feyenoord en kan in 2018 terugkijken op de bekerwinst tegen AZ en de zege in de Johan Cruijffschaal waarin PSV na strafschoppen werd verslagen. De dalen komen in de vorm van een forse achterstand op PSV en Ajax, de uitschakeling in Europa door het bescheiden Trenčín uit Slowakije en enkele teleurstellende resultaten in de competitie. Feyenoord is een beetje een mysterie, hè, voor mij. Ze winnen van PSV 2 keer. Maar verliezen van 2 debutanten, van de Graafschap en van Fortuna. En nou weet ik wel dat voetbal geen wiskunde is, maar dat snap ik dus niet. Als je inderdaad PSV met 2-0 verslaat, maar niet alleen met 2-0 verslaat, maar echt van de mat hebt gespeeld. Dan leg je wel een bepaalde lat neer voor jezelf. En als je daar helemaal niet meer bij in de buurt komt in bepaalde wedstrijden, ja, dan is dat ook iets mentaals. Ja, het gekke is, als je die wedstrijd analyseert, dan zie je dat Feyenoord in principe wapens heeft om het inderdaad de topclubs echt wel lastig te maken. Zeker in thuiswedstrijden. Dat deden ze tegen PSV voortreffelijk. Alleen het is ook het onderdeel van een topspeler zijn, dat je dat kan opbrengen tegen veel mindere ploegen. Dat is kwaliteit. Mentaliteit is kwaliteit. Dat is geen onderschatting. Dat is gewoon kwaliteit. En dus zou je alleen al op basis van die mentaliteit kunnen concluderen dat Feyenoord minder kwaliteit heeft dan PSV en Ajax. Aan de andere kant is dat misschien geen verrassing. Natuurlijk moet Feyenoord meedoen om het kampioenschap. Alleen het strookt niet heel erg meer met de realiteit. Zo eerlijk moet je ook zijn. Als je kijkt wat de budgetten zijn van Feyenoord en PSV, van Ajax en PSV ten opzichte van Feyenoord. Met name wat ze kunnen besteden aan salarissen en eventueel transfers. Ja, het verschil is echt groot geworden. En dan moet het wel heel erg samenvallen. Zoals het een paar jaar geleden deed. Wil je nog een keer echt serieus mee kunnen doen met het kampioenschap. Ja, totdat het nieuwe stadion er staat en er extra inkomsten gegenereerd worden, zie ik dat ook niet zo 1, 2, 3 veranderen. Maar dan nog blijft het de vraag of Feyenoord maximaal presteert gezien het spelersmateriaal. Natuurlijk is er meer te halen uit deze club. Je hoeft toch niet zoveel achter te staan op Ajax en PSV. Als je kijkt naar de uiteindelijke resultaten, de prijzen, dan hebben ze er 2 gepakt met de Cruijffschaal en de beker. Maar als je dan de hele linie neemt, uitgeschakeld in de Europa League heel vroeg door een veredelde amateurploeg. Hè. Als je ziet, ik ben daar geweest, dus ik weet wat voor stadion ze speelden en hoe ze trainden. En als je dan ook de competitie erbij pakt, ja, op een ruime afstand van Ajax en PSV. Dus dat is absoluut niet goed. Dus een dubbel gevoel. En ja, wat geef je dan voor cijfer? Misschien een 6. En ondanks de kritiek op het spel hebben alle verslaggevers na 2018 een goede voldoende over voor Van Bronckhorst. Er zijn niet veel trainers die wat winnen, hè, in Nederland. Dus ja, dan zou je het op een 6,5 moeten zetten, denk ik. 7,5. Ja, dat is een 7. Ja, en Willem van Aanegem die schrijft vandaag in zijn column, Rob, dat hij eigenlijk vindt dat de technische staf te weinig uit deze selectie haalt. Denk je dat ze het bij Feyenoord met Van Aanegem eens zijn? Ik denk van niet. Ik bedoel, te weinig uithalen, dan ga je alle spelers nog eens even na. En ik denk dat het grootste probleem is dat de vele wisselingen nu met name weer in de spitspositie en Van Persie wegvallend en Jurgensen wegvallend, dat hebben geleid tot die mindere resultaten. Want dan speelde Dylan Vente en die vind jij dan... Die is er niet klaar voor. Die moet klaargemaakt worden. Leen hem uit aan Excelsior. Laat hem daar ervaring op doen. Een half jaar of een jaar. Excelsior kan hem waarschijnlijk heel goed gebruiken. En dan weet je ook of je die jongen kan terughalen om hem dan wel als echt volwaardige spits te zien. Maar nu is hij niet een volwaardige spits. Jij bent daarbij betrokken geweest, hè? In de tijd dat Feyenoord en Excelsior een samenwerkingsverband hadden. Ergens zonder dat, zeker als je nu kijkt naar Vente, dat natuurlijk gewoon nu niet meer is. Nee, maar ik kan heel veel voorbeelden noemen die toen gewerkt hebben. Ik noem Thomas Buffel, ik noem Kalou. Dus er zijn er nog een aantal. Die hebben dus door daar ervaring op te doen, de basis gekregen om er één mee te gaan spelen in het eerste van Feyenoord. Okay. Zou je dat model gelijk weer, zou je dat nu kunnen toepassen? Gelijk weer, noem maar wat. Vente kan toch in de eerste van Feyenoord? Je hoeft mij niet te overtuigen. Ik roep het al een half jaar dat hij daarheen moet. Voor mij, in mijn eerste optiek, had Bijlo daar ook beter een jaar kunnen keepen. Is mijn persoonlijke mening. Maar want ik vind nog steeds een rare verhouding dat een hele ervaren keeper achter een hele jonge keeper zit. Hoe goed en hoe talentvol Bijlo ook is. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus ik vind het heel raar dat die samenwerking niet bestaat. Ik vraag me nog steeds af waar haalt Feyenoord en zijn jeugdopleiding zijn ontwikkelingsfases vandaan naar het eerste toe. Komt niet uit Jong Feyenoord. Dus met andere woorden, dat blijft ook een
een lacune. Kijk in de keukenkampioen-divisie naar Jong PSV en Jong Ajax. Ik zei gisteren al op de radio tegen jou, het zou mij niet verbazen als die twee ook nog eens bij de top 4 staan aan het einde van dat lopende seizoen nog. Dus, maar ik wil nog iets zeggen over die motivatie. Want dat, keer op keer hoor ik dat verhaal van ja, en dan spelen ze in die wedstrijd en hebben ze de motivatie niet. Maar dan vergeet je toch even dat er dan je niet met diezelfde elf kan spelen een aantal keren. Hè? De beste elf die ze hebben. Want daar zit het verhaal van die kwaliteit. Het zit in die groep die achter de nummer 12, ja, 13, precies. 14 zit. Ja. Nou, als alles aan boord is, dan hebben ze wel zo'n ploeg die dat aankan. En dan heb je een ander soort mentaliteit. Want dan geloof je erin. Wat ik vooral zie is, op het moment dat Feyenoord met wat minder aan boord komt, zeg maar, kwalitatief gezien in die wedstrijden. Of ze het nou moeten maken of als ze in de omschakeling spelen. Dan gaan er zoveel spelers forceren. Gisteren zag je het weer aan Nieuwkoop, maar je ziet blessure Sint-Just, je ziet blessure Haps, je ziet Klaasje geblesseerd regelmatig raken. Je ziet Tapia, Toornstra, die wil veel meer doen dan dat. Nee, maar Toornstra is geblesseerd geweest een langere tijd. Nee. Je ziet, Jurgensen is eruit geweest. Het is echt, ze geven juist 110%. En als je 110% geeft, dan raak je geblesseerd. Ik wil toch nog even terug ook naar de opmerking die Rob net plaatst. Er is dus, zeg jij, behoefte aan een nieuwe spits. Wie? Ja, ik zou hem ook nu niet weten. Ik bedoel, ik vind die spits van Fortuna Sittard, vind ik een prima speler, maar die zou je nu niet kunnen krijgen. Novakovic. Ja. Maar Jurgensen, die daar weer fit is, is gewoon een goede spits voor Feyenoord. Ja, maar Rob zegt terecht, als Jurgensen blessuregevoelig dit jaar, Van Persie, blessuregevoelig, niet beschikbaar zijn, dan is het wel je echt zou bepaalde wedstrijden zou ook nog wat kunnen variëren, hè? Met eventueel Larsson in de spits te zetten, dat werd dan ook niet gedaan. Dan werd Vente er neergezet. Met een valse negen. Ja, dat zo zou je eventueel. Ah ja, dat op zich is dat kritiek aan Van Bronckhorst. Ja. Hij doet zo heel weinig. Larsson speelt altijd keurig vanaf links. Zag de tweede helft tegen Den Haag Berghuis ineens aan de linkerkant spelen even. Die ging het spel opeisen. Ik denk, hey, dat Berghuis speelt heel erg goed. Maar als je goed gisteren naar het interview van Berghuis, moet je goed opletten. Die zegt gewoon onze intentie. En maakt het eigenlijk niet uit wie er staat. Nog nummer 13, 14 in de selectie erin zit. Het tempo is te laag. Er wordt heel traag achterin rondgespeeld. Zelfde fouten, zegt hij ook. Dezelfde fouten. En dan maak je het ADO makkelijk. In plaats van voorwaarts te spelen. Zelfs als je voor staat en niet alle ballen naar voren roeien. Want dat gebeurde weer na 2-1. Ja. Maar hoe makkelijk is het dan om vleugelspelers van achteruit in te spelen? Want je kunt de Vilena en Klaasje speelt met de punten achter. Dus dan kun je de bal als centrale verdediger alleen maar kwijt om hem terug te krijgen. Je kunt bijna niet doordraaien. Larsson en Berghuis komen altijd in de bal. Lekker makkelijk verdedigen. Er is bijna geen diepte. Ik vind dat te makkelijk. Berghuis laat ook veel te snel zijn schoudertjes hangen als het niet loopt. Gisteren kreeg hij veel ruimte. Speelde hij ook erg goed. Maar ik heb hem zoveel wedstrijden ook niet gezien. Mannen, na de winterstop. Je moet meer kunnen variëren. Even, sorry, ik onderbreek, want we moeten echt door. We moeten altijd maar door. We moeten altijd maar door. Na de winterstop gaat Van Bronckhorst erop nadenken en zeker ook praten over zijn toekomst bij Feyenoord. Wat is jouw verwachting? Nou, laat me zeggen, mijn verwachting. Ik heb wel een idee erover. Ik denk dat Van Bronckhorst gewoon moet blijven. Want als je kijkt naar het aantal prijzen die hij gehaald heeft. En een nieuwe trainer moet de hele ploeg weer wennen. Gaat allemaal weer nieuwe spelers willen hebben. Maar zeg je dit vanuit het perspectief van Van Bronckhorst of het perspectief vanuit van de club? Vanuit het belang van de club. Ja, er moet stabiliteit zijn. En ook in mindere periodes moet je vertrouwen houden. Want hij heeft bewezen dat hij gewoon een hele goede trainer is. Ik zou erover nadenken om Dick Advocaat er weer bij te halen. Ja. Ik denk in de vorm zoals Van Bommel met Van Marwijk, dat het ideaal is voor die hele technische staf om één zo'n vent ertussen te hebben die dat agressie heeft. Ik weet dat Van Gastel vroeger als speler agressie had. Die Landzaat had er ook wel wat van. Mm-hmm. Maar als je ze op de bank ziet, dan zie je ze nooit enige emotie tonen. Nee. En ik weet dus ook niet in hoeverre zij Van Bronckhorst voldoende tegengas geven. Maar Dick is er in ieder geval één die tegengas kan geven. Maar ook aan de beleidsbepalers. Gaat Dick dan ook in jouw visie op de bank zitten? Nee. Op de achtergrond. Net als Van Marwijk. Wat hij gedaan heeft. Er, maar bij trainingen zijn ze regelmatig ook even aanwezig. Kijken toe. En dan kan je voor en na afloop kan je met elkaar doornemen van god, je had die moeten aanpakken en we moeten wat meer dit, we moeten meer dat. Mag ik zeggen dat ik dit een wereldidee vind? Nee, sterker nog, dit is het idee. Maar wat grappig is, ik had in dezelfde lijn een beetje wat Rob zei, ook indachtig hoe Van Bronckhorst gisteren bij Fox reageerde op het interview, een beetje te neergeslagen, zoiets van, ja, weet je, nou zakt het weer omlaag. Net hadden we het weer een beetje omhoog qua niveau. Vraag ik me af of hij het zelf nog wel leuk vindt. Hij krijgt zoveel shit over zich heen. Van heel veel supporters die zijn positiespel helemaal niks vinden. En ook regelmatig die beschimpingen. Terwijl hij inderdaad iets haalt wat Feyenoord lange tijd van verstoken is gebleven. Namelijk prijzen. Toen dacht ik aan de formule inderdaad. Ik dacht ook precies aan Dick Advocaat. Want iedereen heeft het over Advocaat bij Utrecht bij het tekenen. Maar Advocaat is een toptrainer. Die kan in de top werken. En die heeft alles eerder geholpen. En die pakt Berghuis in zijn nek. En die pakt andere mensen in hun nek. Alleen ja, ik vraag me af of dat met Van Bronckhorst samen moet. In mijn optiek, dat is mijn idee, zou het wel eens leuk kunnen zijn om te zeggen, we doen Advocaat en Frezer samen. Hmm. Ja.
Goed, nou, hier kunnen we werkelijk nog urenlang over blijven fantaseren. Als Gio niet meer wil, hè? Ja, nou goed. Tot slot Sinclair wat betreft Feyenoord. Ze staan derde, ze staan stevig derde. Ja, wat moet Feyenoord nou nog in deze tweede seizoenshelft straks? Ja, met name, kijk, derde zullen ze sowieso wel worden. Natuurlijk moeten ze die beker winnen. Maar er moet weer wat meer perspectief zijn. Spelers die zich ontwikkelen. Dat er ook spelers daar goed verkocht kunnen worden. En een bepaalde mix van jeugdspelers die inderdaad doorkomen. Waarvan we zien dat, dat ze wat in hun mars hebben. Kökçü is een goed voorbeeld. Misschien dat jongens als Burger in de tweede seizoenshelft wat minuten kunnen maken. Zodat het publiek ook weer echt nieuwe talentjes aan het werk ziet. Die misschien dadelijk weer veel geld waard zijn. En dan hoor je nu verhalen ook weer dat ze misschien Karsdorp gaan huren. En dat zou ik weer een hele slechte zaak vinden. Niet omdat Karsdorp geen geweldige voetballer vindt, maar dan sta je wel weer, want die moet na een half jaar weer terug naar AS Roma. Sinclair, dat gebeurt niet. Er zijn andere salarissferen bij Roma en Sevilla. We hebben ook al gehoord dat ze daarmee bezig zijn. Maar het is niet te betalen. Maar ze zijn er wel mee bezig. Monchi zegt dat hij naar Sevilla gaat. Excelsior, dat sloot 2018 ook wel teleurstellend af. Een 0-3 kansloze nederlaag thuis tegen Heracles. Ja, Rob, als je een spits hebt die geen doelpunten maakt, dan verlies je dus kansloos. Het verhaal Excelsior is in mijn mening de aanvalskracht is scorend vermogen. En dus de spits, ze hebben geen spits. Nou, ja, die hebben wel Omarsson, maar, ja, maar dat is geen spits. Dat is een jongetje misschien achter de spits, maar niet de spits. Ja. Goed, we gaan praten over Excelsior. Eerst maar eens luisteren naar de aanvoerder Ryan Kolwijk. Hij vindt dat Excelsior behoefte heeft aan versterkingen, maar was vooral doodziek na die nederlaag tegen Heracles. Ja, teleurstellen natuurlijk. En, dat iedereen goed in de spiegel moet kijken en dat het tweede seizoen zelf anders moet. En ik denk als jij in de Eredivisie wil blijven, dan zal het zeker anders moeten. Sterker nog denk ik dat de kwaliteit bij moet. Nou ja, goed, dat is de opmerking van Ryan en die mag hij maken. Dat moet hij zelf weten. Op sommige momenten kan je zeggen van nou ja, weet je wat, kwaliteit. Maar we hebben ook genoeg wedstrijden gezien dat het wel kan. En als het niet gaat, dan zeggen mensen ja, dan is het kwaliteit. Ik deel dat niet altijd. We kunnen er niet omheen. Weer 3 tegendoelpunten. Ja, als jullie zo doorgaan, je gaat het verdubbelen, ga je misschien wel bijna tegen de 100 tegendoelpunten. Ja, moet daar toch een accent worden gelegd? Denk ik wel. Heel simpel. Als je zoveel tegendoelpunten krijgt, dan gaat er iets niet goed. En dat moet gewoon beter. Wat dat precies is, weet ik zelf ook niet. Maar het begint natuurlijk wel met als je zelf de kansen afmaakt, dat je heel anders in de wedstrijd komt. En dan moeten hun ook wat meer en dan krijg je zelf natuurlijk ook wat meer vertrouwen. En nogmaals, ja, dat gebeurt niet, maar neem niet weg dat je ze te makkelijk tegenkrijgt. Waar heeft Excelsior behoefte aan? Nou ja, het grappige is, hij zegt als je dan, het gaat om doelpunten, maar ze hebben een aantal keren voorgestaan en konden dat ook niet vasthouden. Dus met andere woorden, ligt natuurlijk juist wel verdedigend. En het grappige is, Sinclair en ik zitten dat gaat helemaal op één lijn. Van Fortus, hè, we hebben het al over gehad, die zou op dat middenveld natuurlijk als breker helemaal niet meer staan om heel veel van die aanvallen richting die kwetsbare verdedigingslinie van Excelsior alvast een klein beetje weg te kunnen halen. Dus haal dan Karami terug bij Vitesse. Haal hem terug. Die jongen zit daar op een houtje te bijten. En zorg dat er een sponsor zegt van joh, ik betaal, leg wel een gedeelte van het salaris bij. Ja, zodat hij de tweede helft gewoon, die past moeiteloos weer bij. Dan heb je weer een goede rechtsback. Nou ja, weet je, en dan linksback mag ook wel vervangen worden hoor. Ja, net nou, ja. Ook veel fout hoor. Ja, maar goed. Ik moet dan toch weer denken aan Malasia. Want Habs zal terugkomen bij Feyenoord na de winterstop. Verdonk ontwikkelt zich goed. Dan heb je echt een kans dat Malasia voorlopig niet aan spelen toekomt. Ja. Excelsior. Hoppakee. Nou, eerder andersom. Ik zou mijn laatste jaar er altijd bij houden. En dan Verdonk misschien naar Excelsior sturen. Okay. Ja. Goed, maar we dwalen weer af van Excelsior, want Sinclair, ik ben ook wel benieuwd. Die Edwards, door Tottenham Hotspur toch de mini-Messi genoemd. Arme knul. Speelt nauwelijks meer. Nou, waarom is dat? Ja, hij speelt weinig. Dat heeft met balans te maken. Trainer is ook niet helemaal tevreden over zijn rendement. Heeft inderdaad nog niet gescoord. Maar je zag ook toen, die er nu in kwam, te laat in mijn optiek, toen het al 0-2 stond na een uur, dat hij wel weer heel makkelijk een mannetje voorbij speelt. En twee keer had hij een poging die net naast gaat. Geweldige voetballer. Ik zou altijd met Edwards spelen. Al moet die jongen zich nog wel ontwikkelen. En ook, hij is wel heel erg timide, hè, die jongen. En ook ja, buiten het veld mag hij ook wel wat meer aanwezig zijn. Maar het is wel in mijn optiek een jongen die voor Excelsior het verschil kan maken. Maar misschien moet je zo'n jongen als een soort valse linksbuiten laten spelen. Dus een beetje een vrije rol geven. Maar dan moet je een hele aanvallende linksback hebben. Dus als Karami terug, moet je hem als valse rechtsbuiten laten spelen. Steeds uit het middenveld laten zakken. En dan kan Karami constant overheen. Dan heb je een samenspel waar je sterker door wordt. Mm. Ik vind het een uitstekende speler. Goede voetballer, technisch goed. Ja. Maar ik kan me in de balansgedachte van Poelwaard heel goed verplaatsen. Dus simpel gesteld, ze zou een goede respect erbij moeten. En ze zou een spits
Nou ja, Dylan Vente, we hebben het nu al 100.000 keer gezegd. Ja. Alleen het zou goed zijn als de familie Vente, en die kijken natuurlijk met z'n allen, zou het ook bij jezelf zou denken, het zou zo goed voor Dylan zijn om zijn half jaar op dat niveau te laten zien, het vertrouwen te krijgen en te gaan knallen. Moet hij wel spelen, hè? Moeten ze niet bij de Omar blijven hangen? Dat is de afspraak die je maakt in zo'n huurovereenkomst, want anders hoef je niet Hoe zorgelijk, Rob, is het nou eigenlijk bij Excelsior? Want ze staan 14e, maar 1 punt voorsprong op plaats 17 en 16. Nou, ik heb gisteren een groot gedeelte van NAC de wedstrijd gezien. En dan zie je toch een heel ander elftal. NAC tegen Heerenveen, bedoel je? Ja. Daar zit meer power in, er zit meer wilskracht in, er zit meer bluff in. Excelsior is in wezen nog steeds dat lieve aardige ploegje, maar dat gaat dit jaar mis. Als ze niet iets gaan doen, ben ik heel erg bang dat het misgaat. Want er zijn ploegen als PEC Zwolle en Groningen die daar staan, maar Groningen haalt vandaag Bruns, die halen vandaag Belhassani, dus die gaan er waarschijnlijk wel komen. Zwolle zal zich ongetwijfeld gaan versterken, dus Excelsior moet echt goed in de spiegel kijken, want anders gaat het gewoon mis. Ondanks al die complimenten, ondanks best veel hele leuke wedstrijden die we hebben gezien. Maar... En hele goede voetballers aan boord. En hele met Jedi Schouten en natuurlijk Bruns Schoorwerk. Goed, dan wat betreft Excelsior. Ook al geen fraaie afsluiting van 2018 voor Sparta in de eerste divisie. Ze verloren met 2-0 op bezoek bij Jong Sparta. Daardoor gaan ze de winterstop in als... Jong Ajax. Zei ik Jong Sparta? Daar waar ik Jong Sparta zei, bedoelde ik Jong Ajax. Ze gaan hoe dan ook als ze de nummer 3 in de eerste divisie nu de winterstop in. Dat betekent 2 punten achterstand op koploper FC Den Bosch. Toch, Emiel, zei Henk Vrezer in Amsterdam na afloop, het was allemaal niet zo slecht. Nou ja, als je naar de doelstellingen kijkt vooraf, dan zijn ze natuurlijk periodekampioen geworden. Ze zitten nog steeds in dat bereik rond de koppositie. Met andere woorden, ja, hij ziet natuurlijk alleen dat zijn ploeg te weinig dominant kan zijn op de momenten dat eigenlijk moet. Ze missen iemand die het spel wat meer kan verdelen. Ze hebben natuurlijk nu die Laros Duarte erbij. Ja. Dat is overigens ook een speler, heb ik gezien bij Jong PSV, die achterin kan spelen. Dus daar kan Sparta in ieder geval ook nog een klein beetje mee schuiven. Die speelde bij Jong PSV, zag hem zelfs in het elfte van de week staan. Maar ze hebben iemand nodig, want Diroy Duarte loopt weg. Haroui is een verdedigende, controlerende middenvelden. Ze hebben niemand, behalve Drenthe, maar speelt aan de zijkant, die het spel kan opeisen en kan verdelen. En daardoor zie je Sparta heel vaak fases van wedstrijden eigenlijk helemaal wegzakken. En ja, dat kan je, als je kampioensaspiraties hebt, kun je dat niet voorlopen. Nee, maar tegelijkertijd durft hij dan wel zo'n Wijnaldum na een half uur van het veld halen. Dat vind ik dan wel weer ballen hebben als je dat doet als trainer, toch? Ja, ik bedoel, bij Henk hoeven niet bang zijn dat hij geen ballen heeft. Nee, dat klopt. Hij oogt altijd heel rustig, maar... Ik denk dat iedereen wel weet hoe Vrezen werkelijk in elkaar steekt. Dus als nodig is, grijpt hij in. Ja. Ja, nou, maar er komt nog een speler bij, toch? Ja, er komt nog een speler bij Sparta. Daar hebben we vorige week genoeg over gezegd. Even terug naar Henk Vrezer. Hij zag ook dat er toch de veelal ervaren spelers van Sparta, die jonkies van Jong Ajax, niet aankonden. Over ervaring. Met alle respect, ervaring zegt mij geen reet. Want in dit geval zeg je de jongens bij Jong Ajax, die heel veel kleine slimmigheden hadden. En kortom, alles deden om te winnen. Ja, dan zegt de leeftijd mij dus helemaal geen... Het is de opleiding. En je ziet dat deze jongens gewend zijn om alles eraan te doen om te winnen. Ja, nou, daarin kunnen ook zelfs mijn ervaren jongens kunnen daar wel een lesje van leren. Gaat Sparta nou kampioen worden als het zo wisselvallig blijft in de uitwedstrijden? Nou, ze zijn heel erg afhankelijk van hun spits, Veldwijk. En als ik heb Ajax, ik heb op tv de wedstrijd zitten bekijken. En als ik dan naar Veldwijk kijk, ik zou hem zo graag zien in de rol die Van Duinen had bij Excelsior. Hij ziet sleuren, werken. Hij staat maar te wachten op die voorzet. En dan is hij met de kop, is hij goed, is hij gevaarlijk, legt die ballen terug. Maar die man kan zoveel meer doen. Die kan zoveel meer harder werken. Ja, en sleuren eraan. En dat wat Vrezen net zegt, een beetje dat gluiperig ook. Een beetje een tegenstander weghouden. Een beetje bij de keeper provoceren. Maar zit dat in Veldwijk? Nou, maar dat is toch het makkelijkste aan te leren? Dat is een kwestie van jezelf een beetje oppompen. Maar dan komt hij misschien een beetje scherp tekort voor de goal op. Nee, dan word je alleen maar scherp. Nou ja, want dan ben je al je energie kwijt. Nou, ja, wat jij nu zegt was de reden waarom hij bijvoorbeeld thuis met een 3-0 voorsprong tegen Jong AZ wel werd gewisseld. Want Vrezen vond toch dat hij blijkbaar te weinig deed. En dat was natuurlijk grote consternatie. Ja. Want hij dacht, hey, ik kan mijn topscorerstitel misschien wel een klein beetje veilig gaan stellen. Pot beter, ik heb ook nog een pingel, hè, die hij natuurlijk ongetwijfeld had genomen. Maar het is wel, Sparta is natuurlijk met name in die aanvallende afstemming, ja, daar is ook nog niet alles helemaal op orde. Het ene moment denk je, nou, met Rahi en Drenthe hebben we ook rechtsbuiten gezien. Ja, terwijl, begon als linkerman, hè, aan de flank. Nou ja, straks, ik denk dat ze na de winst op met die nieuwe speler erbij die gaat komen, veel meer 4-3-3 of 4-4-2 gaan spelen en veel minder meer op die 5-3-2 gaan teruggrijpen.
Hitler in diezelfde eerste divisie verloor FC Dordrecht met 0-2 op eigen veld van Top Os. Dordrecht gaat de winterstop in als de nummer 19. Is dat waar het hoort of staat het te laag? Nou ja, we hebben met name onder Gerard de Nooy ook nog wedstrijden gehad. Hè, onder meer op het kasteel waar ze voor stonden. Tegen NEC hebben ze goed gespeeld, waar we op meer punten gehaald konden worden. Maar ze hebben ook echt heel veel wedstrijden waar ze gewoon echt niet goed speelden. Ik denk dat ze inderdaad wel op dit moment daar horen. Nieuwe trainer, hè, vrijdag bekend geworden, Claudio Braga. Gaat natuurlijk 2 januari beginnen, gaan ze naar Spanje op trainingskamp. En dan ben ik benieuwd of ze inderdaad de tweede seizoen zelf, net als vorig jaar, hè, toen was de eerste seizoen zelf ook dramatisch. Toen de tweede seizoen zelf kregen ze ook wat spelers erbij, met Breedijk, met Doeman Jansen. En toen hebben ze ineens een periode gewonnen. Dus ik sluit niet uit dat ze de tweede helft misschien wat beter voor de dag gaan komen, de tweede seizoen zelf. Kennen we die Braga een beetje? Ik ken hem niet. Nee. Ik hoorde van Geert, en dat wist ik ook nog wel van ons amateurvoetbalclubje VOC, dat hij daar ook gesolliciteerd had. Een aantal maanden of alweer een jaar geloof ik geleden. Dus met andere woorden, het is een jongen die in ieder geval wil werken, op welk niveau dan ook. En hij heeft het natuurlijk aardig gedaan bij Fortuna Sittard. Samen met Hofland, hè? Erin gestapt nadat Olise daar weg is gegaan. En toen wilde hij op eigen benen staan. En in Portugal is hij al heel snel dit jaar ontslagen. Ja. Toch wel een goede zaak dat hij terugkeert in Nederland. Laten we voor Dordt hopen dat ze gewoon in één periode echt goed mee gaan doen. En dat ze er nog een paar spelertjes bij krijgen. Dat is noodzakelijk. Ja, ze hebben een samenwerkingsverband nu met Engelse club, hè, met Derby County, waar Norwich City. Ja. Waar er ook een paar spelers na de winterstop bij komen. Okay. Engelse talenten. Mooi. We moeten het wat betreft het voetbalgedeelte hierbij laten. Robbaan, zeer bedankt voor de komst. Laten we dit gauw eens overdoen, want het is buitengewoon prettig om zo eens een half uurtje inhoudelijk over voetbal te praten. Fijne kerstdagen, dat zeg ik ook tegen Sinclair en tegen Emiel. Dank voor jullie komst. We gaan door met deze uitzending. Wielrenster Lucinda Brandt won gisteren voor de tweede keer in haar carrière een wereldbekerwedstrijd bij het veldrijden. Dat deed Brandt, die in Rotterdam woont, in Namen in België. Maar ze kent gewoon een hartstikke goed seizoen bij het crossen in het wielrennen. Waar veel wegrenners een rustperiode hebben ingelast op dit moment, daar zit Lucinda Brandt nog volop op de fiets. Een jaar of 3 geleden besloot de Rotterdamse om in de winter, na het wegseizoen, ook serieus te gaan veldrijden. Dat betekent naast wedstrijden fietsen ook gewoon trainen. 1 keer in de week in de winter voor crosstraining. Dus dan hebben we daar gezamenlijke training met een aantal crossers uit Nederland. Met ook training vanuit de bondscoach. En proberen we daar vaak ook een stukje parcours na te bootsen van het komende weekend. En de techniek bij te schaven en wat intensiteit op te doen. We verdelen de groep even snel in 2. Normaal doen we duo startjes, nu doen we met 3 tegelijk, want de groep is heel groot. Dus zeg maar vanaf Lucinda iedereen die kant heen. 3 jaar geleden, toen dacht ik van ja, waarom kies ik niet gewoon eens een keertje om ook echt fanatiek te gaan veldrijden. Daarvoor deed ik dat eigenlijk wel gewoon een beetje als training in de winter. En dat ging altijd wel lekker, maar ik deed er gewoon niks voor. En toen dacht ik, ja, hoe ver kom ik dan als ik er wel wat voor ga doen? Het antwoord, heel ver. Brandt werd al 2 keer in haar carrière Nederlands kampioen op de weg. Maar afgelopen seizoen was ze voor het eerst de beste op het NK veldrijden. Ze werd ook nog eens 2e op het EK en pakte brons op het WK. En ook dit seizoen is ze uitstekend bezig. Dit weekend won ze de loodzware wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen. En enkele weken eerder was ze in het Tsjechische Tabor al de beste. Het was de eerste wereldbeker voor mij van het seizoen. Dus ik heb natuurlijk gewoon na de weg even wat rustiger aangedaan. En om dan bij de eerste wereldbeker die je rijdt gelijk te winnen, dat was voor mij ook wel een beetje verrassend. Ja. Ondertussen doet Brandt allerlei ervaring op die ze ook op de weg goed kan gebruiken. Ik word steeds handiger op de fiets, maar ook wel gewoon de interval die ik in een crosswedstrijd doe, die kan ik in een training gewoon niet nabootsen. Dus die explosiviteit die ik daar dan toch een beetje op doe, die heb ik wel zeker heel veel voordeel van. Ik zou heel graag wereldkampioen willen worden. En dat was eigenlijk ook al wel een doel vorig jaar. En ik wist wel dat het een heel hoog gegrepen doel was. Dat de kans dat je iets haalt, een doel haalt, is toch altijd wel klein. Maar op zich kwam ik best wel heel dichtbij. Ik werd 3e. En ik denk echt nog wel dat er heel veel verbetering mogelijk is. Dus ik hou dat doel nog even voor ogen. De eerste week van februari in Denemarken. Ja.
Tot zover deze sportuitzending op 24 december. Namens de hele sportredactie van RTV Rijnmond hele fijne feestdagen toegewenst. We zijn er komende vrijdagavond weer. Dan gaan we terugblikken op het sportjaar 2018. Dat doen we in Café Verschoor in Rotterdam-Delfshaven. En dan gaan we ook de genomineerden bekendmaken voor de Sport Award Rotterdam-Rijnmond. Gaat het allemaal zien komende vrijdag. We sluiten het af door u vast een voorproefje te geven van die terugblik op het sportjaar 2018. Goedenavond. Story. Roger Federer is de beste tennisser aller tijden en is de nummer 1. Van Persie gaat richting het strafgebied van AZ. De bal krijgt hij terug. Hier is Van Persie. Het tipje. Ja! Ja! Yeah! Hij doet het gewoon met Van Persie. Hij doet het gewoon met een stipje. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.